Hallo allemaal, de video van vandaag gaat over waarom de Europese Unie ruimtevaart en de ruimteindustrie steunt. Het ESA, oftewel de European Space Agency, is Europa's ruimtevaartorganisatie. Zij staan in voor de ontwikkeling van de ruimtevaart in Europa. Zij ontwikkelen en voeren dus het Europese ruimtevaartprogramma uit. Er zijn 22 landen aangesloten bij deze organisatie die financieel en intellectueel samenwerken, waaronder België. Niet alle landen die lid zijn van de Europese Unie zijn aangesloten bij het ESA en niet alle landen die aangesloten zijn bij het ESA zijn lid van de Europese Unie. Het ESA werkt ook samen met ruimtevaartsorganisaties buiten Europa om de wetenschappelijke vooruitgang te bevorderen en de kennis te delen over heel de wereld. Waarom gebruiken we ruimtetechnologie nu eigenlijk? Wel, we gebruiken ruimtetechnologie voor verschillende zaken en daarom is het juist zo belangrijk. Zo gebruiken we het bijvoorbeeld voor onze communicatie. We hebben het nodig voor onze mobiele telefoons, voor satelliettelevisie, maar ook voor internet in afgelegen gebieden. Maar ook voor ons vervoer is het belangrijk. Denk maar aan ons navigatiesysteem, de vervoersveiligheid of de bewaking van scheepsvaartroutes. Maar ook voor de landbouw, met name voor precisielandbouw en het beheer van de visbestanden. Ook om natuurrampen op te volgen is deze technologie belangrijk. Denk maar aan aardbevingen, bosbranden, overstromingen of detectie van olielozingen. Natuurlijk ook voor milieumonitoring, zoals plantengroei, oceaanstromingen, de ozonlaag en waterkwaliteit. We gebruiken het ook voor stedenbouwkundige en ruimtelijke ordening, eveneens als voor wetenschap en onderzoek en als laatste ook voor reddingsacties op zee. We zien dus dat ruimtevaart en ruimteindustrie de dag van vandaag al zeer belangrijk is, maar ook enkel belangrijker zal worden in de toekomst. En daarom is het ESA voor de eerste keer in 11 jaar op zoek naar nieuwe astronauten. Als jij dus zelf astronaut wilt worden, dan kan dat. Want er staan momenteel vacatures open voor astronaut, waar je dus gewoon voor kan solliciteren. Het ESA doet ook een speciale extra oproep naar vrouwen om te solliciteren, omdat ze een diverse nieuwe generatie aan astronauten willen. Ze zouden op zoek zijn naar een kleine 30 astronauten met de reservelijst meegerekend. Dus als dit je droomjob is, dan zou ik zeker eens gaan kijken. Ik zal sowieso de link plaatsen in de bio waar je de vacature kunt vinden en dan kunt je eens gaan kijken. Dit was de video, bedankt om te kijken.